Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live compleet hier op de enige echte, de one and only Call of Duty. Oh, get turned! Call of Duty Infinite War. Vandaag spelen wij, zoals je zelf ook al kan zien, een team deathmatch potje op natuurlijk de map Frost. En proberen wij natuurlijk een beast core neer te zetten. Ik gebruik op dit moment de specialist, de Rick, de Merc. En wat ik daarmee kan, is ik kan de bull charge doen. Het is een soort van riot shield en dan kan je op de enemies af lanceren en dan gaan ze eigenlijk allemaal dood. Dus ik heb natuurlijk de standaard score streaks nog aanstaan, want ik ben nog niet heel hoog level. Dat krijgen wij op een gegeven moment vanzelf natuurlijk, want we proberen die maximale level te halen. Maar ja, de game speelt lekker. Ik heb gisteravond niet heel veel meer kunnen spelen, puur omdat de servers poep waren. Maar nu doen de servers het wel, dus nu kunnen we gewoon kaart gaan knallen. En jij vieze camper! De game is nog niet uit, die zit al te campen. Dus jongens, als je het leuk vindt, dan natuurlijk zoals je kaart op lijn op de Help My Norm. Als wij er in totaal... Hij zit nog steeds te campen. Wauw, ik dacht dat hij al weg was. Als wij in totaal de 4000 likes kunnen halen, zou ik dat super vet vinden. Sowieso bedankt voor de support. Er komen natuurlijk veel meer Infinite War video's online. Ik ben nu een beetje aan het testen van welke wapens zijn chillst. Wat moet je gebruiken. En als ik dat eenmaal weet, dan komen daar natuurlijk ook video's over. En oh ja, de camper zit nog steeds. Wacht even. Ik weet niet of die er dood gaat. Ik kan niet specials. Fuck it. Jij vieze camper! Fuck jongen, hij was in de hoek gaan liggen. Oh my god. Wauw. Ik kan zeggen wat je wil, maar dat is wel echt gewoon vies wat deze gozer aan het doen is. Lekker dan. Ik gebruik het wapen. Ik moet heel veel checken. En ik gebruik het wapen deze. De K-Bar 32. Dus de eerste pot die ik ermee speel. Ik heb er dus ook nog geen attachments op. En ik moet zeggen... Hij schiet best wel heel erg fijn. Er zit ook nog geen stok op. Dus als er eenmaal stok op zit, dan gaat het natuurlijk nog een stukkeltje makkelijker. En wat ik als specialist extra gebruik, is dat ik mijn health sneller erbij krijg. Dus op het moment dat ik word geraakt, dan wordt je schermpje natuurlijk rood. En de health die ik dan heb verloren, krijg ik er sneller weer bij. Dus dat werkt natuurlijk super, super fijn gewoon. En daardoor kan ik sneller weer achter nieuwe enemies aangaan. Om die natuurlijk ook te killen. Dat ging wel lekker daar. Oh shit, nog één. Ah, dat is zo jammer, jongen. Dat is nou jammer. Shit. Ik heb mijn specialist ook weer ready. Dus die kan ik zo meteen gebruiken. Ik moet niet ergens tegenaan knallen. Want dan stopt hij meteen. Volgens mij, ik zweer het, die camper zit er volgens mij nog steeds. Ik maak geen grapje. Ah shit, achter me. Jammer, 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 jammer. Volgens mij is die defender nog steeds te campen, jongen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar eigenlijk vind ik het best wel grappig dat hij er gewoon kan blijven zitten. Komt er hier nog één. Zo, hij heeft geschoten voordat ik er was, jongen. Komt er nog één daar. Kut. Ah, goede kill, goede kill. Ik had er niet op af moeten rennen. Ik had heel veel moeten blijven wachten. Goed gedaan, jongen. Oh. In mijn rug, serieus. Oh, ah, hij schoot langs mijn fucking... Ja, ik heb nu nog wel mijn specialist, mijn Rick. Maar hij is gewoon te langs, jongen. Super irritant. Ah, goede kill van je vriend. Je moet soms echt heel eventjes gewoon even iets extra wachten, jongen. Want sommige enemies die hebben best wel geluk. Ik heb natuurlijk ook soms wel geluk. Als je net heel eventjes ietsje langer wacht, dan kan je die kill wel oppakken in plaats van dat je doodgaat. Dus deze game die moet je soms best wel rustig spelen. Want anders ben je gewoon echt een shark. Zoals je hier ook ziet. Ik had hier eigenlijk ook gewoon heel veel moeten blijven wachten. Ik wist dat ze eraan kwamen namelijk. Dat bedoel ik dus met ietsje rustiger spelen. Maar ja, weet je, waarom zou je rustiger spelen als het beter is? Ik kan ook gaan campen zoals die enemy doet. Maar dat is natuurlijk ook niet leuk. Ja, ze hadden blessed pressers. Ze zijn niet dood. Ze zitten hier wel hoor. Alleen hij had blessed pressen, dus die granaat die had niet impact. Gaat hij zich omdraaien? Ze zitten hier namelijk met z'n tweeën. Maar ze draaien zich zo te zien niet om. Oh, ik had hem. Ik had die kill met de specialist, man. Chill. Snel mijn UAV inroepen. Nog 70 kills moeten er worden gemaakt. Zet de pokje er alweer op. En thanks die mate. Eigenlijk was het één harde killstil, maar... Ah, lekker. Kom op, kom op, kom op. Ga. Vallen, 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 vallen. Hoppa, killetje erbij. Ik gooi dat ding officieel kaart op mezelf.
Oh, wat een sukkel. Hij had zijn equipment op de grond gegooid. En hij raakte zichzelf ermee. Uh-oh. Ik had hem. Ah, oh, die had ik niet gezien. Er kwamen er nog twee aan. Het is echt chaotisch, jongen, deze game. We staan 29-4. 14. Dus het is natuurlijk gewoon een mooi potje. Oh, lekker dan. Double kill. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Dat kan altijd. Achter me komen ze nu. Nog 3 kills moeten er worden gemaakt. Zit het potje erop. Lekker dan. En ik had een final kill. Woe! 33-14. 2,36 kill death ratio. 6 assists er ook nog bij. Dus dankjewel teammates voor de support. En nog de final kill. Kom ook. Wat wil je nog meer? Ik moet heel veel wennen aan die bull charge. Maar het punt is, als er 3 mensen staan, dan kan je echt gewoon op ze afchargen. En dan kill je ze gewoon allemaal. Dus het is best wel een leuke specialist. Maar het is wel even wennen. Daar sta ik. Eerste plek zoals je kan zien. Ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. En als jullie hebben genoten, ram natuurlijk zoals elkaar blijkt. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor het intunen. En hopelijk ook weer tot de volgende Infinite Warfare video. Dus tot de volgende keer, mensen. Bye bye.